Hallo, ik ben Erna Hilbers van de Green Biz Eimond. Wij helpen bedrijven met het verduurzamen van hun bedrijf of hun bedrijventerrein. Afgelopen 2 jaar hebben wij ons ingezet om bedrijven te helpen bij subsidieaanvragen en dan speciaal de HERP-subsidie van de provincie Noord-Holland. De HERP plus duurzaamheid is een subsidie van de provincie Noord-Holland. Het is een stimuleringsregeling voor energiebesparende maatregelen. Daarbij kunt u denken aan zonnepanelen, isolatiemateriaal, oplaadpalen, LED-verlichting en nog veel meer. Mijn naam is Lydia Gitsels van NovoConnect. NovoConnect is specialist in subsidies voor het MKB. Wij zijn als extern adviseur ingeschakeld door Green Biz Eimond om de ondernemers van de Eimond te helpen bij de subsidieaanvragen. Wij ontzorgen ondernemers op het gebied van subsidies. Verschillende subsidieprogramma's kennen diverse voorwaarden. Voor de HERP plus duurzaamheidssubsidie is het bijvoorbeeld zo dat u eerst de subsidieaanvraag in moet dienen voordat u de investeringsverplichting aangaat. De HERP subsidie is voor heel bedrijf een hele interessante subsidie, omdat die ook stapelbaar is bij al bestaande subsidies. Het minimale subsidiebedrag is 5000 euro en het maximale bedrag is 2 ton. Dat betekent dus dat u ontzettend veel kunt verduurzamen in uw bedrijf. Let wel, heeft u meer dan 60.000 euro in uw subsidieaanvraag, dan is het belangrijk dat u het samen met 2 andere bedrijven gaat aanvragen. Wilt u uw bedrijf gaan verduurzamen? Neem dan snel contact op met Green Biz Eimond. Samen kijken wij of u voldoet aan alle voorwaarden en kijken wij of u in aanmerking komt voor verschillende subsidieprogramma's. Wij dienen de aanvraag voor u in en onderhouden het contact met de subsidieverstrekker. De provincie Noord-Holland heeft 13 weken nodig om uw subsidieaanvraag in behandeling te nemen. Het HERP plus duurzaamheidsprogramma loopt tot 15 december 2023. Of tot wanneer de pot van 2 miljoen subsidie is vergeven. De subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst. Dus wie het eerst komt, die het eerst maalt. Wilt u subsidie gaan aanvragen? Neem dan contact met ons op. En wij helpen u door de procedure heen. En voor meer informatie, kijk op onze website.